Goedemiddag, trouwe kijkers. Het is vandaag precies 40 jaar geleden dat ik mijn werkzaamheden voor de AVRO begon. Op 1 juli 1959. Met een gesproken inleiding tot het zingen van Johnny Ray. En toen volgde een hele serie andere, vaak muzikale programma's. Muziek, Mozaïek, Grand Galatie, Disc, Jonge Mensen op weg naar het concertpodium. Duizend op zondag en natuurlijk ook De Vuist voor de Vuistweg. Vandaar die vertrouwde vis komen hier naast mij. Nu lijkt het mij leuk om ter gelegenheid van dat jubileum even met u terug te bladeren in het grote prentenboek van alles wat er in die 40 jaar is gebeurd. En er is natuurlijk niet zoveel bewaard gebleven. Zeker niet uit de beginjaren. Want toen was alles nog zwart-wit. Maar ik heb toch nog wel iets van u. U ziet me hier bij de vliegtuigtrap. Bij de beroemde Franse zangeres Patachou. En inmiddels vergeten grootheid. Daarna de introductie van het programma Muziek Mozaïek. Met allerlei mooie lessenaars eromheen. En tenslotte de leader met de beroemde tijgerscène van Voor de Vuistweg. Alors, c'est une nouvelle expérience pour vous, ça? Ah, pour moi, c'est une nouvelle expérience parce qu'il va s'agir de jouer la comédie et de pas seulement chanter des chansons. Et c'est une chose qui me passionne et qui m'intéresse énormément. Très bon, alors bonne chance et bon voyage. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Goedenavond, dames en heren. Dit is de 25e muziekmozaïek. U heeft de vorige 24 misschien niet gezien, misschien heeft u nog niet zo lang een televisietoestel. En het is al enige tijd geleden, want die 24 uren vol muzikale onderwerpen speelden zich af op het eerste net in de jaren 1960 tot en met 1963. Voor de Vuistweg, begonnen op 1 november 1963, werd al gauw een verzameling van zeer te verwachten programma-onderdelen. Daar zaten altijd jonge talenten in of hele oude mensen, politici, mensen in het nieuws en natuurlijk ook stunts. En die stunts die waren belangrijk, daar sprak iedereen over. Zoals over die keer dat ik aan een paar draden bungelde, 60 meter hoog, boven de Vinkeveense plassen. En even bang ben ik geweest toen een tijd later een man zich vlakbij het spand in Bussum in brand stak. Ik word even als in Volendam in het harnas gehezen. Er staat een flink briesje. En dat moet dus allemaal vlot kunnen verlopen. De lucht is grijs. Maar niet onplezierig. Ja. Ja, de helm die zet ik zo op. Ik hoef nou toch nog niet te praten, Fred. Nee, dat doe ik wel in de uitzending live. Ja. Maar niet, hè? Zo moet ik allemaal onthouden. Niets. Jawel, ik moet bij het neer in de lucht moet ik die twee knopjes hebben. Nou, nee. Nou, dat zal ik u dadelijk even laten zien. Nee. Kijk, als u even hier deze knopjes. Ja, dat lucht maken, dat weet ja? ik. Die twee. Okay, die nou, twee. Neem maar die van het vest. Oh, dat zijn deze twee knopjes dus. Precies. Oh, daar. En deze. Die moet ik in de lucht al opentrekken. Ja. En dan zwelt hij dan helemaal op? En dan zwelt hij op, ja. Nou, lekker. Verrukkelijk. Hier zet u uw duim onder. Hier, hier. Niet aan die sling. Zo, ja. Ja. En dan, tot ik straks sta. En u voelt vanzelf dat u evenveel druk achter als voor krijgt en er gewoon onderaan komt te hangen. Ja. Dat is domweg het probleem. Ja, oké. Okay. Nou. Fred, nou de helm. Oké. Okay. Ja. Ja, ik doe het langzaam voor hem. Zo. Dat hij het. Zal ik hem. Want dat is een Amerikaanse drukknop die net andersom werkt dan een normale.
Zeg maar, moet ik niet een beetje meer naar achteren gaan staan? Zijn die paar stappen genoeg? Dat zult u wel zien. Ja? Maar we zullen. Zit hij zo goed of zit hij los, te strak? Ja, hij zit los. Ja? Oké. Okay. Nou, dat is goed. Zo zit hij. Ja, dat is goed. Dus hier vasthouden. Ja, verder met het in het water. Geluid komt nog steeds goed, hè? De benen licht gebogen en tegen elkaar. Ja. Ja? Ja, okay. Niet als ik loop natuurlijk, hè? Nee, niet als u loopt. Maar zodra u dus geen grond meer hebt in het water, ja. 1-2 stappen hooguit, dan de benen omhoog. Ja, ja. En de kont gewoon verder. Nee, de start gaat achteruit hangen, hè? Ja, ja. Oh ja. Oké, nou laat u dit maar. Okay. Ja, laat u dit maar liggen. Harry! Strak trekken! Het water komt niet uit mijn neus. Een beetje een merkwaardige sensatie, moet ik u zeggen. Het is een wonderbaarlijke ervaring om zo hoog boven de Vinkeveense plas te hangen. Ik heb neus en mond vol water gekregen. Het zal wel niet zo'n erg mooie start zijn geweest. De boot van Lou van Rees die vaart daaronder met een gang van, naar ik mij heb laten vertellen, 35 kilometer. En u hoort ongetwijfeld dat er een zeer sterke bries staat. Gelukkig geen windkracht 8, 7 of 9, zoals in Volendam. Ik moet eventjes kijken of ik wel blijf zitten, want ik heb het idee dat ik eruit glij. En dat zou onplezierig zijn. Mijn zitvlak gaat steeds losser zitten in de riemen. Ik vind dat een beetje onaangenaam. We proberen dit te corrigeren. Nu. Wordt die met benzine overgoten? Ziet u dit vooral niet als een stunt of als een grap? Het is een demonstratie van iets waar straks mensenlevens mee gered kunnen worden. Daar gaat de kostelijke benzine. Ja? Waar ik nu? Nee, achter, doe maar achter hoor. Wat een ellendig gezicht is dit. Daar gaat hij onder de deken. Ik denk dat de camera dit moeilijk zou kunnen volgen. En hij is geblust. Het is misselijk. Totaal verschroeid. Maar kennelijk levend. Wel griezelig, Christian. Kom binnen. Kom binnen. Ik moet zeggen, mijn hart klopt in de keel. Ja. Nou Willem, goedenavond. Jan. Alles voor elkaar. Zo, goedenavond dames en heren. Leuk dat u er allemaal weer bent. Dit is de 14e jaargang, nummer 164, wat een beetje heet, van Voor de Vuist. Weg! Een griezelig gevoel, dat kan ik u verzekeren, om met zo'n brandende hand aan de tafel te zitten. Allemaal goed afgelopen, zoals ook al mijn stoeien met de dieren. En dat was een vaste prik in die vuist. Dieren moesten er zijn. Ik lag onder de 7000 kilo zware olifant. Ik klom op de brede rug van de orka. En ik maakte leuk kabaal met de dolfijnen in Zandvoort en in Harderwijk. Wat was het altijd leuk met die dieren te stoeien. En niet alleen met grote zoogdieren, maar ook met de kleine ratten bijvoorbeeld. Ratten die mij gebracht werden door de toen nog niet beroemde schrijver Maarten het Hart. En nu heb ik hier aan mijn tafel twee mensen uit Leiden van de universiteit die een studie hebben gemaakt van het gedragspatroon van ratten. Dat is de heer het Hart en de heer Dienske.
Hey. Oh ja. Nou, we hebben al veel beestdieren gehad, maar ik had nooit gedacht dat ik nog eens met een rat wang aan wang zou zitten. Het zijn eigenlijk hele grote lieve muizen, hè? Ja, het zijn bijzonder lieve dieren. Er is werkelijk niets engs aan. Ze zijn charmant. Hoe lang hebt u deze nou getraind? Deze zijn, die heb ik nu een week lang in het laboratorium gehad. En die zijn al helemaal tam geworden? Die zijn erg tam, ja. Die waren al tam toen ik ze aankreeg, maar ze zijn nog wat tammer gemaakt. Dus je kunt ze als huisdier houden? Ja, het zijn uitstekende huisdieren. Dus wat er in die film wordt gezegd is niet helemaal overdreven? Bepaald niet. Nee, dat is zeer terecht eigenlijk. Ja, ik geloof toch als ik hem straks mee in huis neem en loslaat, dat er enige gillen geslaakt zullen worden. Dat is dan niet erg terecht. Hai. Het zijn buitengewoon lieve beesten. Welkom, dames en heren, in ons Dolfirama. Mag ik u voorstellen aan onze nieuwe trainer, Willem Duis. Ja, dames en heren, daar staan we dan. Beetje als een verzopen kat. Maar god, wat een mooi gezicht is. Achterstevoren uit het water omhoog te komen. En u begrijpt, de dolfijnen die doen dat ook. Die doen het alleen veel slimmer. Die nemen een geweldige aanloop onder water en springen dan tot 4-5 meter hoogte. Niet zonder beloning uiteraard. Ze willen daar wel graag een verse makreel voor nuttigen. En die krijgen ze ook. Die hou ik hier in de hand. Hoop ik. Het is een beetje wiebelig en verschrikkelijk hoog. Maar ja, wat kan er gebeuren? En nat pak. Nu de aanloop, vriend. Daar komt ie. Alsjeblieft. Hey. Ja, een kus van een dolfijn. Ik heb in de loop der jaren heel wat filmsterren en beroemdheden van het muzikale podium mogen omhelzen. Maar met dit soort grote zoogdieren heb ik het niet geprobeerd. Maar laat ons eens zien. Nou, het is geweldig. Het is een merkwaardige sensatie. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, jullie weten dat dolfijnen prachtig kunnen springen, heel hoog naar een bal en naar een stukje vis. Maar ze kunnen ook precies gelijk met elkaar een mooi ronde dansje maken. En dat wil ik u nu laten zien. Ik zeg dat expres hier, want als ik me aan de rand van het bassin vertoon, dan beginnen ze al direct. Maar nu loop ik er naartoe en dan moet u eens opletten. Op een schreeuw en op een handbeweging zetten deze prachtige dieren zich in beweging. Ja, schitterend. Gelijk. Je moet natuurlijk de taal van deze dieren spreken. Nou ja, meer hoef ik u niet te laten zien. Dames en heren, er staat hier een schattig jongetje met een hele mooie trui. Met allerlei beesten erop. En die staat met zulke grote ogen te kijken. Kom eens even hier. Hallo. Wie ben jij? Lucas. Lucas. Zou jij het leuk vinden om die dolfijn een handje te geven? Of zal ik het hem een handje geven? Zal ik hem eens een hand geven? Moet je goed kijken. Hallo. Hoe vind je dat? Is leuk, hè? Zou je het ook durven? Ja? Ga maar op je knieën. Probeer maar. Zo, en juist. Doe maar. En maar zwaaien. Doe maar. Zo, ja. Dan komt hij wel. Doe maar. Ja? Doe maar. Hou maar ja? Niet te snel zwaaien. Zo. Hij doet het niet. Hij doet het niet. U ziet het, dames en heren, wat een onderscheidingsvermogen deze dieren hebben. Voor de vuist weg werk ik de allerlaatste hoor. Dat is niet vol te houden. Nummer 140. Nee, 170. 14e jaargang. Zittend op een orka. Nou, zittend. Moeilijk hoor. Maar leuk. Kijk alsjeblieft. Nog spraakmakender dan de dieren waren natuurlijk mijn ontmoetingen met de grote artiesten. Artiesten van overzee, artiesten uit eigen land. En het waren bepaald niet de minste. Als ik denk aan mijn legendarische gesprek met de grote Bing Crosby, die in Holland was om te golven.
En dan was er natuurlijk Ringo Starr, niet minder beroemd van de Beatles, die achter de drums plaatsnam en zelfs mijn das in tweeën knipte. Een komische figuur. Het was ook een hartveroverende optreden om met Willem Ruis een lied ten gehoor te brengen in een van de allerlaatste vuisten. En als ik Willem Ruis zeg, dan kom ik door een heel klein bruggetje al gauw terecht bij de koningin van de Nederlandse televisie, Mies Bouwman. Maar een van de fragmenten die mij het meest dierbaar zijn gebleven, dat is mijn optreden, mag ik wel zeggen, met Wim Sonneveld, toen ik die de gouden plaat mocht overhandigen voor Frater Financiën in een theater in Den Bosch. Dames en heren in de zaal in Den Bosch, Frater, neemt u me niet kwalijk dat ik op zo'n ongebruikelijke wijze uw prachtige demonstratie van zang en grappen kom onderbreken. Maar het is vandaag een heel bijzondere dag. Er zijn namelijk 250.000, oftewel een kwart miljoen plaatjes verkocht van uw Financiëns-creatie. Geweldig. Ja. Niet te lang klappen, want... zoveel film hebben we niet bij ons. En nou is het zo, ik ben een beetje schuldig mede aan die financiën rage in Nederland, omdat ik u destijds heb gevraagd dit op de Grand Gala du Disque 63 te komen brengen. En ik heb u later, een jaar later, het nummer eigenlijk uit uw handen getrokken. En ik vond het een mooie gelegenheid om u daarvoor dus nu, ja, een kwart miljoen, we zijn de gouden al voorbij, de diamanten, maar het is dan toch een gouden plaat geworden. God, geweldig zeg. Waarin ik graag natuurlijk uw pianist en componist van het nummer Harry Banning en de mede-tekstdichter Michael van der Plas wil betrekken. Weet je wat ik daarmee doe, Willem? Geen idee. Weet je aan wie ik dat geef? Dat is een gouden plak, die geef ik aan de missie. Is dat goed? Ik bedoel, dat kan de missie toch gebruiken. Dat is toch, u weet hoeveel goud dat is. Dat is toch geweldig. Hè, bedankt hoor. Ja, ik vind het nou een beetje rot, als ik het zeggen moet. Rot? Een beetje vervelend. Hey, kijk, die gouden platen die zijn nooit helemaal van goud. Hoe doe je? Is de binnenkant is natuurlijk niet van, maar dit is van goud, of niet? Nou, eigenlijk ook niet. Dat wil zeggen, hij is wel gedoopt in een goudbadje. Ja, luister eens even, Deus. Als ik het goed begreep, sta je met te belazeren, hè? Is dat echt geen goud? Nou ja, het buitenste laagje is wel echt natuurlijk, maar het is heel dun. Maar wie krijgt dat dan een gouden plaat? Niemand. Zie je nou, kan ik het begrijpen van de Gaulle, hè? Ja, de Gaulle wil toch ook de goudstandaard terug? Dat begrijp ik niet. De Gaulle wil ook geen dollar, maar een plak goed wil een beetje verguld. Dat gaat gewoon niet, zeg. Nee. En wie krijgt dat dan wel? En al die mensen die dan die gouden dingen krijgen? Ik bedoel, zoals de zangers en al dat soort mensen. Die krijgen die geen gouden. Weet je dat die mensen dat soms doen voor hun oude dag? Wist je dat? Nee. Wist je dat niet? Nee. Die mensen bewaren die dingen voor hun oude dag. Die denken dat goud is. Ik denk dat Anneke Greunlo nu met een schroevendraadje al zit te krassen. Zeg maar, je oude dag, dat is misschien wel ver weg. Maar bedoel, ja, dit is nog verschrikkelijk ver weg, maar toch? Maar ik bedoel, voor een hele hoop artiesten is dat heel dichtbij. Want ja. Dat is na 4 jaar vaak al de oude dag. Nee, maar zeg, ik vind het eigenlijk wel erg, hoor. Zeg maar, luister, kun je niet zorgen, bedoel, nou heb ik het beloofd, nou hebben miljoenen Nederlanders dat gehoord. Ik bedoel, kun je nou niet echt zorgen voor een gouden, bedoel, voor de missie? Ja. Toen nou. Nou, natuurlijk. Zal ik er voor jou in vertellen, vind je het goed? Ja. Hou eens even bid, hou je de gouden even bid. Zal ik even mijn beurt voor doen? Zeg, twee pastoors, hè? Ja. Twee pastoors komen elkaar tegen en zeggen... De een zegt tegen de ander, hoeveel maak jij je nou s'avonds? Toen zegt een van de pastoors, die zegt, ik lees veel. Zegt de ander, lees je alleen? Zegt, ik lees alleen. Zegt hij, wat doe jij? Ik ga vaak naar theater, ik ga morgen naar Snip en Snap. Toen zegt die pastoor, ga jij naar Snip en Snap? Ga jij kijken naar half blote vrouwen? Toen zegt hij, luister eens even, we mogen dan wel op dieet zijn, maar we mogen het menu toch wel bekijken. Ja, dat is wel. The remarks you made in that book, Call Me Lucky, is that people identify easily with your kind of singing because everybody thinks he could sing like you in the bathtub. Well, I'm sure quite a few people could if they tried. It's not all that hard. That was kind of sardonic humor. You call yourself about the baritone. No, it's really not no training required, really. That's what I mean. Yes.
Yeah, I think an aspirant for a singing career should sing every chance he gets around the house. Amateur entertainments, church entertainments, parish socials. And that way he'll become an experienced singer and advance. I remember the anecdote you told that you entered a talent contest under the name of Senevsky or something. No, Charlie Quellafreds. I lost. I finished third. I was supposed to be imitating Bing Crosby. And I put on a beard and signed in as Charlie Quellafreds. And I sang a song just the way I always sing. And I finished third. Incredible story. I'm kind of embarrassed. I have one final question, unless you want to sing with the piano accompaniment of Mr. Van Vollenhoven, who's quite an adequate piano player. Are you pretty good on the piano? No, I can't play. Another time. My son plays well. He plays guitar and piano. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. You look undressed to me. In what way? Well, you see, you've got to wear a star if you talk to me. What kind of a star is that? Well, I've got one for you, because I'm a nice guy, right? I hope you are. Well, that's what they say. I said you were a star, right? What? Isn't this nice of me? Aren't I kind? What's on it? It says Ringo. Ringo. Let's have a close-up. Which camera are we on here? Let's have a close-up here. But the only problem, when you wear one of these for your first time, you have to pay a forfeit. Oh, God. What's this? Well, it's very nice. You'll like this. Oh, no! Yes, you'll like this. Hey! Isn't that nice? That's better. Nou, leuk ho, hoor. Ho. Begin ik het nieuwe seizoen. Prachtig. Vanmiddag gekocht. €27,50. Met de vijven? Ja, €27,50. De zeven met de vijven? Ja. Leuke boel. That's very nice. Moet ik er straks weer een lenen van Tony Eiken? Die zijn altijd zo fel. Maar goed. What do you think of my fishes? They don't make much noise. Het zijn vrij kalme vissen, geef ik toe. Maar mooi, hè? Well, they're very nice. Goldfish, are they? Goldfish, yes. Yeah. See how bright it's all up here in my elbow. Do you eat goldfish? No. Hij eet geen goudvissen, zegt hij. Nee. Oh, I thought it was one of your special tricks. You're gonna pop them in your mouth. No. We eat herring in this country. Wij eten hier herring. Everywhere you go, they eat herring. Do you like it? No. I don't want any herring. Have one. No, God. Terrible. Have one. No, it's horrible. Take it away. Give it. What's wrong? But it's not even dead. Yeah, it's just said dog toes. Yeah. Oh, look at this one. Come on. Kijk, dames en heren, het scheelt maar één lettertje. Bij tweeën. En 20 jaar geleden was ik ook jong en schoon, tenminste, dat hoop ik. Nou, schoon was ik altijd wel. En dan zie ik de man in actie en in alle interviews en altijd wordt gezegd... wat zijn nou de opvolgers van Mies en Willem? En dan zeg ik altijd, dat zijn in ieder geval Willem en dan nog wel een paar kleine mensen. Je, ook altijd net de das aantrekken als je bij vader komt. Nee, de das, dat overhemd is één keer gewassen, dus die zit in de zak nu. Oh, maar dat komt nog. Komt nog. In ernst, dames en heren, er zijn weinig collega's met wie ik zo verschrikkelijk veel genoegen kijk als Willem Ruis. En, Doe nou maar kalm aan, Willem. Kom goed. Ik sleep je erdoor. Ja? Fijn. Ja, wat moet je nou met zo'n jongen aanvangen? Dat groeit op voor galgenrad. Dat kussen bijvoorbeeld, hè? Ja. Nou, dat vergeef ik nog. Maar ook je en jou zeggen tegen oudere mensen. Nou, dat is waar wat je nou zegt. Ja, het is heel erg pijnlijk soms. Inderdaad, zeer zeker is inderdaad. Ja. Maar dat kussen, dat doen ze in het land van de cognac toch allemaal? Met accolade noemen ze dat dan. Accolade. Nou, dat is wel wat zo. Accolade, bij ons heet dat gewoon zoen.
En daar is het een accolade. Train jij daar nou lang voor? Nee, ik heb gewoon twee ouders die ontzettend veel van mij houden en die mij daarin opgevoed hebben en die dus alsmaar zoenden met mij. En ik wil dat overbrengen, dat gevoel. Onzin, hè? Over die, ik vind ze onzin om over die zoenen, alsmaar. Wat me zo aantrekt in jou, hè? Nou, laat ik het anders formuleren. Ik wou eens vragen met die namen, hè? Heb je vroeger niet Willem Oruis genoemd? Ja, ja, ja. Willem Nulruis. Oh, dank u, dank u. Maar ik wil toch eens van jou, krijg jij wel eens post die eigenlijk voor mij bestemd is? Nou, over het algemeen de rekeningen. En die stuur ik door naar Willy Ruis, want die woont ook in Hilversum. Oh, prima. Dat is de acteur, dat weten we, de hoorspelacteur, ja. En acteur Willy Ruis. De dikke deur, die krijgt dus alle post voor ons beiden eigenlijk. Ja. En hij is daarmee bezig dus om dat te beantwoorden ook. Want er zitten hele leuke brieven tussen. En die stuurt hij nooit door. Zijn er nou dingen, Willem, die jij in die lange jaren zo graag eens aan mij had willen vragen? Je hebt nu de kans. Ja, het punt is, ik had je graag op schoot willen nemen. Dat hou je niet, joh. Als buikspreekpop. Dat hou je niet, dat trek je niet. Maar ik heb niet het maskertje meegenomen waarvan ik dacht, dan wordt het een goed nummer. Want... Ik wil wel even op je schoot gaan zitten. Zullen we het proberen? Nou, laat het wel doen. Ja, nee, daar heb ik van gedroomd. Nou, ben jij de pop? Moet je op, dat is mijn hand, dit. Die hand gaat altijd achterin op de mechaniek, hè. Dus jij hangt nog naar voren, hè. Ja. Ik zal direct, dames en heren, een glas jus d'orange opdrinken, terwijl ik dan tegelijkertijd Willem laat zeggen hoe hij het vindt zijn laatste vuist te hebben. Ogenblikje, Willem. Kan je een stukje omhoog, want ik ken niet bij de jus d'orange. Ja, ga zitten. Zo, Willem, zeg jij eens braaf tegen alle mensen wat je altijd iedere avond zegt. Goedenavond, dames en heren. Leuk dat u er allemaal weer bent. En vooral ook voor mijn baas hier naast mij. U bent met zoveel. En wij hebben een heel leuk programma vanavond, geloof ik. Heel goed gezegd, Willem. Nou, nog één keer die aankondiging. Wat zeg je altijd als de strijkers van Rogier van Otterlo komen? Dames en heren, vooral het zoetgevoiste geluid, ook met het houtwerk van Rogier, zoals hij dat pleegt te schrijven, die tegenstem daarbij. En dan natuurlijk het virtuose, altijd de pan uit swingende. Wat zo'n ontzettende lange adem, zeggen ze. Ga door. Mondharmonica-spel van de kleine Belg Jean Toets Tielemans. Dat weet mijn oor zo te strikken. Ja. Nou, dat gaan we dus doen door het land, daarom stopt Willem dus met de vuist. En volgende week staan we in Appelscha. In het Stadstheater, Willem. Dus vandaar. Dat voorspel doe je nooit zo lang, Willem. Is dat omdat je... Moet ik nu? Nee, ik vond het te langzaam. Want ik bedoel, ik kan op een... Je eindigt op een C, hè? C, ja. Ik vind het een beter idee om het... U kunt het beter thuis eens beluisteren, rusten. Ik begon altijd nog met die zin daarvoor, die Duitse zin. Oh, je wil het parlando ook hebben. Je wil het net zoals op de LP. Hetzelfde als op de helemaal... Nou, nog één keer, maar dan iets, dan loopt het uit, Willem. Ligt mijn schiff in haven... ...bin ik geflohen... Komt wieder da ein drüben drauf gekommen sein, dann dabei geseit, ist unser Teil zusammen auch gekommen. Die dichter wel.
Hey. Willem, ik heb 10 vragen voor jou opgesteld, zoals ik vroeger wel eens deed. En in de laatste 1 van de 8 was je en ik geloof in de 50ste mise-en-scène. Dus ik vind dat ik met iets moet komen in jouw allerlaatste vuist. En 1 vraag, die hebben we al gesteld, wat je dus de volgende week doet. Gaan we naar vraag 2. Ze zeggen ontzettend veel over je, hè? Ja, geloof ik. Ja, over mij ook, hoor. En het meeste is nog waar ook. Maar Willem, wat vind je nou het vreselijkste... Willem, wat vind je nou het vreselijkste wat ze over je zeggen? Ik zou het erg vinden als ze mij een ernstig persoon vonden. Als ze dachten dat ik geen gevoel voor humor had. Dat zou ik erg vinden. Willem, ze hebben van allerlei dingen over jou en mij verteld, hè? Ja. En, ook altijd waar. Nee, dat wou ik... Nee, dat wou ik nou net zeggen. Er zijn ontzettend veel verhalen ook in omloop geweest over naijver en jaloezie. Ja. Nou, ik weet niet of je het nou nog vol wil houden, maar wat mij betreft helemaal niet, hoor. Jij hebt de cent en ik heb het lintje. Zo is dat. Ja. Moet je luisteren, ik heb nog een laatste vraag. Willem, stel je bent 70. En daar zit je op die ontzettende hoge berg in Frankrijk. En ik ben dan 69. En ook een mooi getal. En ik zit in een bejaardenhuis in het Gooi. Ja. En dan een van mijn kleinkinderen komt op bezoek en vindt een oude foto van oma met een meneer op het Grand Gala du Disque. En die vragen mij dan, oma, wie was die meneer? Wat zou jij dan willen dat ik zei tegen mijn kleinkinderen? Dan zou ik willen dat je zei, maar kinderen, dat hebben jullie nu toch al 100 malen verteld. Lachen met Mies Bouwman, dat hebben we 100 keren gedaan. Tijdens Grand Gala du Disque, voor en achter de schermen. En er waren ook groten die klein begonnen bij mij, of op mijn podium. En dat was bijvoorbeeld Adamo met al zijn broertjes en zusjes. Vous permettez, monsieur. Het werd een legendarisch fragment, al 100 keer herhaald inmiddels. En heel bijzonder is natuurlijk ook mijn gesprek met Rod McEwen tijdens de Memisa-actie. Hij zong een fraai lied en betuigde zijn dankbaarheid voor het feit dat ik hem destijds als eerste had laten zingen in het concertgebouw. En dan was er uiteraard ook een heel beroemd geworden debuut, dat van Leenhuizer, inmiddels bekend en beroemd als Lee Towers. Hij zong Sunny Boy op onnavolgbare wijze. En even onnavolgbaar was natuurlijk het stemgeluid van Christina Deutekom, die in het programma Dubbelconcert bij mij kwam vertellen over haar glanzende carrière. Monsieur Adamo, Salvatore, meneer Adamo, u mag niet zomaar vertrekken zonder nog eenmaal dat geweldige lied van u te vertolken. Hoe heet het ook weer? Vous permettez, monsieur. Oui, dat. Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien. Demoiselles que vous êtes jolies. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos riens. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge. Juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous voguons par-delà à les violons. On doit le dire, entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que je rentre à votre fille. Moi je sens bien que je m'attire. Vous permettez.
qui s'éteigne, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents s'il retient, ne t'aime pas, la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, ne bien qu'il me sourie. Moi je sens bien qu'il s'en appuie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sage, comme vous l'étiez de notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. I do want to say something, Bill, about you. I know this is a program, but I do want to say one thing. I want to say that if it had not been for you, nobody in Holland would know who I am. And for years before I even came to Holland, you were the one who persuaded me to let loose the doves in the Concertgebouw. Yes. Even now, I think they still live there. Ja, hij zegt, als ik hem niet had overgehaald een duif los te laten toen in het Concertgebouw, dan zou niemand hem gekend hebben. Maar dat is allemaal helemaal niet waar. Doe jij nou maar je gedicht, you do your poem, yes? Thank you, Bill. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero, but there are millions who wanna be civilians. Sing! Soldiers who wanna be heroes, number practically zero, but there are millions who wanna be civilians. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. Nee, nog één ding. Als je nou werkelijk succes hebt met dit zingen, en ik twijfel daar niet aan, ik vind het beter dan nationaal zelfs, ik vind het internationaal, blijf je dan in die haven werken of niet? Nou. Dat niet, hè? Nou, nee, dat geloof ik niet. Nou, ga dan maar zingen nu. Oké, dankjewel. You are only three, sunny boy. You've no way of nowhere, there is no way of showing what you mean to me, sunny boy. You're my dearest prize, sunny boy. You're sent from out the skies, sunny boy. Please let me hold you nearer. There is one thing that makes you dearer. You have your mother's eyes, sunny boy. Ik heb natuurlijk de nodige ervaring opgedaan, hè. En ik heb ook geleerd, dat is me al verteld toen ik solliciteerde bij de Nederlandse Opera, dus niet de Opera Stichting, dus nog wat daarvoor was, dat een vrouw en ook de tenorstemmen, dus de mannenstemmen, staan op hun hoogtepunt boven de 45 tot de 55ste jaar. Oh, dus jouw hoogtepunt moet nog komen? Ja, inderdaad. Nee, ja, dat kan ik uitrekenen, want je bent pas 27 jaar getrouwd. Ja. Niet waar? Ja, op 23 augustus 1952 ben je toch getrouwd? Ja, dat is inderdaad waar. Ik, nou, vind, ja. ik lach zo, omdat de meeste mensen, als ik zeg, ik zing al zoveel jaar en ik heb al een dochter van 25, ben al zoveel jaar getrouwd, dan zie ik zo'n rekenmachinetje hier gaan van hoe oud zou ze dan wel zijn. Hè? Ik ben net zo oud als dat ik klink. Ja, precies. Ja. Met sommige gasten hadden we uitzonderlijk veel moeite. Bijvoorbeeld met de allerlangste man die ooit geleefd heeft. Het was moeilijk om hem op zijn plaats te krijgen, want hij kon niet door de deur. Dat zult u zo meteen zien. En dan was er het gesprek met de beroemdste inbreker van Nederland, Age Mijnes, AGM. De hele politie jaagde op hem. Hij zat aan mijn tafel, vertelde hoe hij met stofremblik 's nachts een bank beroofde zonder rommel te maken. Een enige man, ik kon er erg om lachen, moet ik u zeggen.
Bij de AVRO was men niet blij met dit optreden. De voorzitter zei, we gaan geen misdadigers op een voetstuk zetten. Dat heb ik ook niet gedaan. U zult zien hoe ernstig ik kijk bij het relaas van AGM. En dan was er tenslotte de Engelse acteur die in de huid van een aap kroop en zich liet vallen ongeveer van het balkon in het hotel in Noordwijk. We gaan eerst kijken naar de langste man die ooit geleefd heeft. How tall was he? He was 2 meters 72, the tallest human of all time. 2 meter 72 was deze man. En dit model is tot op de millimeter exact, zo zag hij eruit. Ik zal even bij hem gaan staan. Will you come too, please? Om u een idee te geven. Geen grap dit. Deze man woonde in Amerika. His name was... Robert Wadlow. Born in 1918, died 1940. 1918 geboren, 1940 overleden. Hij is dus maar 22 jaar geworden. Hij woonde waar? He lived where? He lived in Alton, Illinois. As a little baby, he was 3 kilograms 86. Hij werd geboren, toen woog hij maar ruim 3,5 kilo. When he was 5, he was 1 meter 63. Op zijn vijfde jaar was hij 1,63. And then when he was 11, he was 2 meters. Toen hij 11 was, was hij al 2 meter. He used to eat 8,000 calories a day. Hij at 8,000 calorieën per dag. And this is an exact model, and his feet are 45 centimeters long. Zijn voeten, dit is dus nogmaals een exacte... Exact, de pop tot op de millimeter nauwkeurig. Zijn voeten maten 45 centimeter. Welke maat dat is, zou ik niet weten, maar je zou zeggen maat 65 of zoiets. In welk opzicht onderscheidde jij je nu van, ja, collega, als ik het zo mag zeggen, van andere krakers? In welk opzicht? Ja. Nou, je hebt bijvoorbeeld nooit geweld gebruikt. Nee, daar hou ik dus ook helemaal niet van, hè? Nee. Ik doe het liever op een relaxte manier. Ja. Wat versta je daaronder? Nou, zonder geweld en zonder dus iemand in persoon een duik te geven. Het is natuurlijk heel wat anders als je een bank leeg haalt of je haalt iemand zijn spaarcentjes weg. Er zit wel een heel verschil in. Ja, ik begrijp jouw verschil wel. Nee. Ethisch gezien bedoel ik. Ja. Ja, je wil zeggen, die kleine spaarwerp die gaat daar onderdoor als jij zijn kluis leegrooft. En die bank die kan het wel leiden. Daar zijn ze voor verzekerd. Ja. Die mening heb je dus gehuldigd ten tijde van je actieve periode. Heeft men in de gevangenis of heeft jouw reclasseringsman je niet geprobeerd op andere gedachten te brengen? Ja, daar ben ik voor zelf al gekomen. Ja. Ja. Ja, in welk opzicht? Heb je spijt? Nou ja, spijt. Je kijkt niet erg spijtig, moet ik nee. zeggen. Maar er zijn natuurlijk veel mensen die ondanks hard werken niet aan de kost kunnen komen. En toch maar doorzetten en niet naar die bank gaan midden in de nacht. Ja, dat kan ook niet iedereen gaan doen, hè? Ja. Ik moet om sommige van je antwoorden ook eigenlijk erg hard lachen. Het gevaar is natuurlijk dat door al deze publiciteit, en misschien door het boek, wordt ook een film over je gemaakt, geloof ik, hè? Dat je tot een soort held verheven wordt. En dat mag natuurlijk ook niet. Je hebt een zoon, geloof ik, hè? Ja, ik heb een zoon. Hoe heet die? Kleine Aag. Kleine Aag. Ik wou hem wel even zien. Er is wel een fotootje van hem in jouw boek. Ik zit al op het scherm te loeren of het prentje doorkomt. Hoe oud is Kleine Aag nu? Kleine Aag is 8, nou. Die is 8? Ja. Ik sta op de recorder te wachten. Je kunt beeld op de recorder. Oké, ik heb dat wat vanmiddag is gepasseerd. Nou, dan gaan we nu even kijken, niet naar het zoontje, maar naar wat Agen vanmiddag heeft gedaan. Het kraken van een brandkast met de thermische lans. Hij heeft het gedemonstreerd voor de voltallige Nederlandse pers. Ja, geef je commentaar er maar op, hoor. Ik was de moeilijke kast. Ja,
meidje wel, ja. Ze had een grapje uitgehaald, hè. Wat dan? Nou, ze had er een springbeveiliging in gemaakt. En dat werkt lastig? Nee, toen had ik het slot eruit gehaald. Toen ging de kast niet open. Iedereen lachen natuurlijk. Ja, dat zijn wel fascinerende beelden. Agen en... Maar hij is wel open gegaan, want ik ben gewoon doorgegaan. Ja. Dat deed je meestal, hè? Huh? Dat deed je meestal. Dat deed meestal wel, ja. Ja. Je hoeveelste brandkast was dit? Heb je enig idee? Nou, dat weet ik niet, maar het is wel de laatste. Ja, en dat is natuurlijk iets wat... So, if I sit differently on the chair, all of a sudden, I suddenly start to look more like an ape. Nou, ben ik al meer een aap, zegt hij. Hey. If I sit too close to you, hey. Not really the way it's done. Hello. Ja, trouwe kijkers, zo ben ik weer aan het eind gekomen van mijn rondreis door het verleden. Er is veel gebeurd in die 40 jaar bij de AVRO. En ik had u nog heel veel kunnen vertellen van een heleboel andere programma's en gekke momenten. Maar ik sla het boek nu dicht. En ik hoop dat u met plezier hebt gekeken naar al die kostelijke fragmenten. En de vissen en ik nemen u nu echt afscheid van u. Tot morgenochtend, want tussen 10 en 12 ga ik herinneringen ophalen aan 37 jaar muziekmozaïek. Dat is ook een hele tijd. En ik hoop dat u daarna wilt luisteren. Wij gaan nu naar buiten toe. Ik neem afscheid van u op gepaste wijze met de herkenningsmelodie van De Vuist. Destijds gecomponeerd door Ruud Bos. En zelden zo welluidend ten gehoor gebracht als door het beroemde orkest van Woody Herman. En morgenavond in Close-up om 6:30 wordt deze legendarische presentator weer gevolgd. Maar dan vanuit zijn Franse woonplaats Saint-Paul. Nou, lieve vissen, het gaat jullie verder heel goed. Vaarwel. Hoppakee.